7 uur 's ochtends, een willekeurige werkdag aan de Wibautstraat in Amsterdam. De FD Media Groep draait op volle toeren. De krant ligt bij de abonnees, de radio zendt uit en de internetredactie volgt het nieuws op de voet. Zo ziet een modern multimediaal bedrijf eruit. Zakelijk nieuws, politieke ontwikkelingen, dalingen en stijgingen op de beurs. Nationaal en internationaal. Informatie is tegenwoordig dag en nacht overal beschikbaar. De zakelijke en financiële wereld verandert en de journalistiek kan niet achterblijven. Bij de FD Media Groep hebben we dat begrepen. Binnen enkele jaren zijn we getransformeerd van een traditioneel krantenbedrijf in een multimediaal concern waarin radio, internet en krant continu met elkaar in verbinding staan. Op die manier zijn we in staat ondernemend Nederland 24 uur per dag snel en betrouwbaar up-to-date te houden. Onze professionals werken vanuit het domein wat wij vertegenwoordigen. Niet specifiek voor één mediumtype, maar vanuit de kennis, de journalistieke expertise die ze hebben, werken ze voor radio, werken ze voor de krant, werken ze voor internet. Dat biedt heel veel kansen en dat betekent dat mensen niet werken voor een specifieke titel, maar dat ze als medewerker van de FD Media Groep een bijdrage leveren aan het geheel. Het Financieel Dagblad is een ochtendkrant die in alle vroegte wordt bezorgd tot de meest verre uithoeken van het land. Maar heeft tegenwoordig natuurlijk ook een digitale uitgave. De krant kent een eeuwenlange traditie. Inmiddels is het Financieel Dagblad uitgegroeid tot de meest gezaghebbende zakenkrant van Nederland. En vormt voor veel bedrijven en instellingen de meest betrouwbare bron van informatie. Het Financiële Dagblad is een krant die, zoals we ook in onze ondertitel zetten, bericht over al hetgene tot het financiële enige betrekking heeft. Dat doen we sinds 1796. We zijn heel lang vooral een beurskrant geweest, met de laatste koersen van de beurs. De afgelopen decennia heeft de krant zich veel verder verbreed tot een krant die eigenlijk niet alleen voor beleggers, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in de economie en voor ondernemers informatie biedt. Dat doen we op verschillende manieren. We doen het met de krant 1 keer per 24 uur en we doen het met internet 24 uur lang. En dat geeft ook ongeveer aan waar de keuzes liggen die we maken. Het internet leent zich bij uitstek voor een snelle eerste lijns nieuwsvoorziening. En de krant is er vooral voor de verdieping, voor het leggen van de verbanden, voor het bieden van de achtergrond. Als 's morgens de krant thuis of op kantoor wordt gelezen, is de redactie van BNR Nieuwsradio al uren volop aan het werk. BNR is de enige landelijke zender die non-stop nieuws uitzendt. Vanuit de studio's in Amsterdam en Den Haag blijft de luisteraar de hele dag op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van politiek, sport en economie. Ook weer in verkeer. Files en flitsers. BNR bestaat pas een paar jaar en heeft in korte tijd naam weten te maken. In 2005 werd het radiostation uitgeroepen tot de beste nieuwszender van Nederland. Wij zijn een 100% nieuwszender. Dat betekent dus dat we ons concentreren op twee dingen. Dat is alleen maar nieuws, vrijwel geen muziek. Als je op onze knop drukt, dan weet je dat je informatie krijgt. Het andere is, we proberen gebruik te maken van de kracht van radio. En de kracht van radio is snelheid. Wij kunnen sneller dan wie dan ook het nieuws brengen. En dat doen we door live zoveel mogelijk bij gebeurtenissen te zijn. Dus bij bedrijfspersconferenties, maar ook bij de Tweede Kamer, bij belangrijke rechtszaken, bij persconferenties in het buitenland, proberen we zoveel mogelijk live door te geven. Multimediaal betekent vooral samenwerking. De verschillende redacties zijn waar mogelijk geïntegreerd. Redacteuren staan de hele dag met elkaar in contact, een voortdurend proces van journalistieke kruisbestuiving. Een krant maken is iets heel anders dan een internetsite actueel houden of een radio-uitzending verzorgen. Bij de FD Media Groep hebben we journalistieke professionals die aan de ene kant hun kennis en expertise aanwenden voor die specifieke kanalen, maar aan de andere kant ten behoeve van het geheel ook heel actueel kunnen opereren. En daarmee onderscheidt de FD Media Groep zich heel erg ten opzichte van andere bedrijven. Multimediaal betekent ook je vleugels uitslaan naar andere activiteiten en direct contact zoeken met je doelgroep. De FD Media Groep verzorgt debatten over actuele thema's, biedt op internet een discussieplatform aan ondernemers en professionals en organiseert lezingen door topmensen uit binnen- en buitenland. En daar doen we dan weer verslag van in verschillende vormen. De FD Media Groep, van papier naar digitaal en radio, met behoud van de journalistieke betrouwbaarheid. In deze snelle tijd onmisbaar voor ondernemend Nederland.